Dus al de rest is nog niet nodig. Ja, van die restschoontjes gaat men ook wel aan schaffen. Ja, ik had dat nog van mijn motto. Ik had van die zomerschoontjes met heel dun zuiletjes eigenlijk van Rika. Ah. Ah. Gebruik die. Oh nee, Sven. Hoi. Oh, ik heb mijn echte botten op mijn motto. Botten. Dat is gedaan. Ik had twee soorten botten. Crossbotten en... ja, gewoon echte motobotten. Ja, ik heb ook grote motobotten, maar die heb ik weggedaan. Oh my fitbuck! Ja, dat wil ik nog zeggen. De Smokey heeft dinges gevonden. Allee, dat is eigenlijk zin om tegen te gaan. Oké. Wacht, ja, ik zal eruit. Ja, ik ook. De andere is weggegaan, dus... Ja, maar ik ben uit de pits, dat bedoelde ik. Ja, soms naar een pitbucht, soms lukt dat wel. Ik heb die gewoon even laten doen en dan gaat hij er zelf uit. Maar ik zal even gewoon uit de race gaan. Maar de Smokey heeft gezegd... ...de pitbucht tegen te gaan, 10 tot 15 seconden wachten in de pits voordat iedereen vertrekt. En dan is dat... Is dat normaal gezien altijd? Voilà. Hey, je hebt chance dat dat even met een kop was, amai. Dat was u. What the fuck? Ja, verschoot mijn eigen bult, zeg. Oh ja. Wie zou dan bult afbreken? Het is de afwas aan het doen, ik doe deze. Moet iedereen eruit misschien? Ja, dat is wel de. En gewoon. Gewoon hier. Oei, Patchen is weg. En Patchen is ook uit de lobby. Oei, wacht, ja, die zei er juist nog dat hem dingen had, dat ze hem netwerk verloor. Vanaf dat ze hem zijn live opstarten, hoorde ik hem nog juist zeggen. Er is er zo nog één, zo'n volle bak om tranen. Of twee. Ja, motorpartijen, de nieuw zijn allemaal nog aan het draaien. Oké, nog twee. Speed Rally en Philippe. Nee, hoor je dat maar? Ja, Patje, luid ik hier. Zeg maar, je zit niet meer in de lobby, Patje. Ja, nu wel. Wacht, hè. Hoi. Nee, in de race lobby zit hij nee, de kwalificatie is begonnen. Ah, fuck, ja, en ik heb mijn kwalificatie. Nee. Er was een pitbug. Er was een pitbug, je moet even wachten. Ja, maar we moeten nog wachten tot de andere twee stoppen. Ah, oké, ik was juist dat de lobby gegaan, hè. Dus de verbinding met de server was bij verbruiken. Ja, ik hoorde het toen nog juist zeggen. En dan heb ik de lobby, de dingen, de party ook weg. Die heeft de korte weg gepakt. Ja, die hebben alle twee. Ze snappen het niet, ze hebben de ruimte verlaten. Ja, dat is juist als ik mijn bericht wou versturen, maar niet de ruimte verlaten. Ze denken nu in hun eigen zo, shit, ik was keigoed bezig, maar ik moet terug aan die gasten. Ik mag dan moeten we even terug een nieuwe lobby aanmaken, want... Nee, die kunnen we niet beginnen. Nou ja, iedereen is eruit, normaal gezien. Meedoen. Oké. Extra ronde spreken. De slipper die komt er al terug in, zo. Ja, dat is al eens, hè. Oh, pak je. En... Nee, de rat is er al. Pardon. Oh, Peter Rally alleen. Dat was startschot, dat man. Peter. Ja, precies. Dat blijft hier in de serie, ja, die pitbugs. Oh, dat vind ik wel afgelijk. Speed moeten we. Ook niet daar, denk ik. Ik kan niet 10 seconden wachten voordat ik vertrek. Op dat 10 seconden ga ik het nog niet aankomen. Nee, het is... Allee, ja. Als je juist over de meet moet, dan nog 1 seconde. Ah, gelijk dat dan moet je maar zorgen dat je gewoon een tweede ronde hebt genoeg, zijn.
gelijk dat ik de dinsdag vuur had op Laguna Seca. Ik passeer. Ik kom juist op de streep als het op nul komt. Ik was met mijn spoiler er al voorbij. Ah, ik mocht geen ronde meer rijden. Jimmy, doe je nog op je vingstje? Op het groene veetje. Zo. Dankjewel. Ah, Jimmy, het medium. Yep. Beter of? Jimmy, die kan dat. Ja. Ik kan twee keer op medium pakken. Ik kan zien hoe lang dat met een medium soft. Het fallout. Mijn soft was zo rap. Alle 7-8 rondes vind ik te rap. Dus ik kon medium zien. Als dat even rap gaat, dan raak ik me een tweede stint op soft. Oh, oh. We zien wel. Hoeveel rondes waren het weer, Mike? 33. Wat als ik normaal gezien zelfs op één stop kunnen rijden? Ja, met de naft wel, maar met de banden. Dat is cool. Echt, dan doodde ik als een skallen op Laguna Seca. Die ging ook op één stop met de supergeit. Allee, superformula. Okay, ja. En in de laatste 10 rondes heb ik die 10 seconden op ingold en die nog voorbij gegaan en 40 seconden ervoor aangekomen. Ja, toen ben ik zonder naft gevallen met de Super GT hier, dat is juist. Ah ja, met de Super GT. Oh, dat was die zo'n zalige koers. En heb ik vier dingen verloren, vier plekken en ik zat de twee laatste rondingen. Maar we pitbuxen, hè. Wacht gewoon even, je gaat er nog uitkomen. Ja, gewoon. Niks doen, wat je gewoon laten doen. En nu zit ik op het circuit gewoon, maar hij was wonnen. Dat is het ding dat weg is. What the hell? Ik zit hier tegen iemand in. Zit ik alleen aan het gaan of wat? Over de vangen. Ik ben. En nu die indicator, die een remindicator blijft gaan, maar hij was bij jongen. Dat is wel blij. Dat is toch wel. Ik begin maar al direct te remmen. Als hij niet heeft een bak te doen, ik zet mijn paden op de point. Hou mijn maat te remmen of? Ja, mijn ballen op mijn gaas. Ik denk vervolgens niet dat ik ook even een oplossing heb voor de reverse bridge en de race 2. Dan hou je best een rollende start. Twee races. Een rollende start. In de tweede dan, hè? Als dan het dreigste van voorrang is, dan heb ik een race mee. Dan heb ik best een race mee. Denk ik ook. En dan heb ik een Ja, de rollende start, ja. Ze heeft zijn voor- en zijn nadelen. Ja, ik doe het, maar ik zat het goed proberen gewoon in deze te geven. Zo, ik weet het nooit. Zou we kunnen ook een echte Le Mans start doen? De 4 euro zijn ze van afgestapt, want dat was normaal rolling start. Maar ze hebben uiteindelijk in een chat gezet dat er een grid start. Iedereen zat er vergeet, in taal van de living. En op start lopen we onze playseat en we vertrekken. Omdat je met deze keihardse bakjes gaat. Ik zeg geen tafel voor aan, man. Maar jij zit er ook niet bij, maar zit zo'n patje in de lobby. Ja? Ik zie patje niet staan in de lobby. Ja. Nee, maar je ziet alleen die eerste act. Ik zie er niet, ik zie er niet. Nee, ik heb mensen hier van D-in. Ah, maar wij zijn er wel, ik zie een patje wel staan. Oh, en ik heb maar 8 deelnemers hier bij mij. Altijd, hè? Je ziet er nooit meer, hè? Nee, maar precies. Nee. Oh, ik zie een patje staan. Ik sta als achtste positie. Ja, nu wel. Er zijn maar 8 deelnemers. Nee, bij mij staat 8e Jans. Ja, van mij ook. Maar mijn patje. Ja, van mij ook. Wat de hell, jongen? Nu is het rats geworden. Oh my, dat is hier een beetje. Die remindicator wel weer zo blijft gaan, wat is dat, jong? Ik heb dus nooit geen last, hè. Nee, zelf. Ik kan ook kabel, ik weet niet of dat gaat wifi of kabel zit, maar... Bij mij is het wifi. Ja.
met kabel heb ik dus nooit geen probleem. Dat is dan niet als je kabel. Ik heb nooit met wifi, ik heb nog nooit een probleem hebben. Ik heb ook met wifi. Ik ook niet op nu. Tot nu de laatste keren is het echt verschrikkelijk. Ik ren even de rondse gat aan, want ik ben. Ik zat geen taart neer. Oh, de kist er iets door te doen, man. Nee, papa, nee. Oh, dan is dat patje er niet van, hè? Ja, het is zo. Nou, stoppen dan nog, hè? Oei, Filip ging een keer weg. Dan ga ik alle weten, ik ga ze niet zien wat de start zegt. Ik start wel gewoon als laatste. Ik moet voor mij die een vrienden mee gaan bezetten. Oh ja, ik sta ook effectief op 8e, maar ik zit totaal geen tijd neer of niets. Bij mij zal Dimi 8e. Ja. Bij mij ook. Ja, dat is een goed. Ja, ik zit zeker. Bij mij zit er van 10 man in. Ik denk ook niet dat ik kan. Nou, ik zie nou 10 man. Bij mij zit er maar 8 man effectief. En ik ben de 8e. Iedereen raadt zijn mandaat en ik zeg het, ik ga over de strijd, maar... Ik denk dat jullie de EPS is van de remotos doen, misschien is hier eraf gevallen. Oei, nu zal ik op P8, zoals je zegt, dus ja. Ik ben 7e. Ja, 7e. En dan raad ik een op... Ik ga stappen naar op 6, zoals ook zeg. Serieus? Ja, ik sta volgens mezelf sta ik op 7. Ja, ik ga ze 7. Meer als Phoenix, ja. Ik ook nog in de pitch. Ja, ik zie ook in mijn spiegel, Mike. Ik heb stond op dingen, op Ghost. Ja, het padje staat bij mij, het bovenpadje in de auto staat op 11. Oh ja. Oké. Echt bizar, hè, man. Ja, dat is heel gek, soms. Ik heb gisteren in de steek gelaten en gisteren terug gaan werken. Ik heb me er de hele dag mee kunnen bij zich houden. En voor mij, die boetjes is aan het onderpaan. Dat is het juiste beetje. Oh, dat is zeker. Ik heb geen anak meer voor mij. Hij gaat werken. Ja? Hier is de manneke. En dat deed. Iedereen is op soft om te rijden. Ja. Ik kan nog meedoen zo. Ik kom er weer op 2 stops te rijden. En dan die liften met de nacht van laag waren op soft. En 2 keer op medium. Ja, ik verlees ook wel een beetje met die mediums, hè, want daar. Af en toe moeten we. 3 stops rijden naar Rondi. Maar ik denk eraan, de uitgang is enorm laag. Ja, op meer dan 20 seconden dan, man. Ja, dat is meer dan dingen. Dat is maar zo. Ik weet dat ik op mijn handen niet ga. De ingang is super kort, maar de uitgang is echt zeker zo lang.
Ja, maar dan een outlap wie je wel taart. Dat maakt het zin. Oh, Piet is lang vooruit raar, maar dan moet je wel mee wat outlap. Ja, wat zo. Oh, dat is wel goed, man. Een medium in de rest. Is dat ik al een anderhalve seconde tegenover die soft? Ja, ik kan niet aan. Het zit los, met zo'n bond. Ja, serieus. Het is nou 0,8 van de vangen of weer, maar dat is niet op de van de soft. Dat de mediums alleen schillen naar een Audi die een list en bocht verbetting in de... Shit. Verdomme ze flipper. Ah, ik kan geen even rommel niet meer aan, want verdomme ik was er rapste bij. Verenigde Jost. Wauw, hè, pak je zeg. Zit de flipper in de lobby? In de party? Dat er een skief eigenlijk best wel. Ah ja, de rest is niet. Ja, het is een jasko ook een speel. Ik heb die wel een invite gestuurd via de dingen. Ja, ik heb het gezien, maar... Dat pakt hebben je begat, joh. Niet zo goed precies. Derde, secondje. French car worldwide. Op mediums vijf dus. Juist op tanden met de rand niet verloren. Ja, ik heb met de flipper die kwam. Ik kwam heel dichtbij in die bochten, hè. Ja, ik lag. 18e voor op mijn eigen taart, maar dat mag dan niet. Ah ja, ik kan niet finishen al, want ik zou zo gezegd geen ronde van braven. Ah nee, maar ik zie nu hier ook niet tussen staan. Ik zie nu hier wel staan, op nummer, jawel, op nummer 11 bij mij. Ah, ja, van mij niet. Ik ga maar met 10. Dan krijgen we bij mij stopt hem ook, bij mij. Mike, Rats, Dimi, Security Agent, zien, nee, moest het zijn dat het niet lukt, stoppen we en Romney. Nee, ik zie hem staan op nummer 11. Ah, bijzig, wel bijzig nog, man. Ah nee, bij mij zat hem er niet tussen. De enige die nog bezig is volgens mij is Rats. Nou, bij mij stopt Patje er ook tussen. Ja. Dat is raar, hè? Ja. En ik denk dat Patje maar je juist verbaar, hè? Ja. Wordt bij gesnort als het ware. Ja, ah, ik kwam zo de slalom tussen ons twee en niet. Ja, Mike. Ja. Die patje net gewoon die cheatcode, dat je gewoon door de mensen kunt doorrijden dat ze hem niet zien. Patje, wat is die cheatcode? Ik wil die ook. Ja, zo'n kruisje, bolletje, vierkantje, omhoog, R2. Ja, dat is tikken van vroeger. Ja, de Jasco stuurt. Dingen, kan ik nog grap gaan pissen? Of start het automatisch? Uit nog. Ze zijn 27 seconden. Bist op rust, hoor! Hij blijft zitten. Ik blijf zitten. Het zal een extra dimensie geven aan het realisme. Gewoon laten stromen over het been. Wow. Of doe lekker kijk, just achter de wc zit. Voor de wc. Dat is too much info. Resultaten bevestigd. Ja, bij mij nu patjes er natuurlijk... Twee Jaguars, twee Aston Martins, twee TT's. Ik doe mij, dat is al... Dat is al voordelig. Voordelig. Stonden mij op de start, Griet? Oké. Ja, 11 stuks, dat klopt. Ja.
Normaal gesproken bij mij met 10. Met 10, jongens. Maar 8, jongens. Maar 8. Flikker, flikker, flikker. Wang, wang, wang. Flikker, flikker, flikker. Ik ga zien als ik iemand verbaasd steek en daar ga ik zo mijn dingen af, ja, dan... Dan heb je pachy. Nee, nee. Ja, ik start weer niet. Nee? Nee, ik heb hier volle makkazen. Ik zie je ook niet staan, hè. Nou, ik heb wel, ik zag hem wel staan. Ja, ik ook. Ik patje er niet bij. Ik word hier naar buiten gestuurd. Mooi. Sorry, Batman, mijn schuld. Ik was dat ding niet was. Ik weet van niets, hè. Nou, ik kan wel doen met dat ding. Ja, had het niet, Patje? Nee, nee, kijk alleen. Oké, okay, dan stoppen we ermee, ja. Dezelfde startgriet en dan kan je niet als lid van ons gaan. Onthou jullie positie en... Kijk, ik ben gas omgeven. Vol een bak. Geen rem. Kijk, ik zat hier even aan het filmen. Wacht, hè. Zo. Ja, als dat zo is, is dat zo. Ik ben niet bang, zo, hè. Ja, nee, man. Wacht, hè. Oh, wow, jongens, Peter alleen, jongen. Dive-bombers. Maar dat gaat een heilige reis, hoor. Ja, ik voel dat nu ook al. Ja, ja, ik doe mijn zaak. Oh, sorry, motorsportpatheken. Wat gebeurt er? Ik wil de langstalle kant in stoel. Kom op, dan gaat het allemaal. Ja. Dat zal het voor de volgende keer zijn. Maar nee, anders stoppen we ermee. Dan helemaal als ik ga, dan moet ik gaan. Oh ja, dat is gewoon juist begonnen, hè. Als je gewoon direct een opstelling start, is die nog dan, hè? Ja, doe dat gaan we doen, anders dat is fair play. Allee, ja. De allemaal eruit toch, hè? Ja, ja, dat stond eerst stil. Ja. Oké, okay, allemaal eruit, hè. Oh, dat is zo jammer. Allee, juist nadat ik in de eerste ronde op P3 gereden. Ik zijn okay, dood. Dan stoppen we ermee. Voilà. Oké, okay, dus gewoon deelname annuleren. Ah, oh, dat is ja. Jammer, want er is van alles al gebeurd in die eerste ronde. Ik dacht, maar ik kan veel te veel. Niet doen, deelname annuleren, ja. Of moet ik volledig stoppen? Gaat er even helemaal uit. Nee, nee, gewoon. Je moet er niet helemaal uit, hè? Deelname nee, patje, nee, patje, hè? Ah. Zolang dat iedereen er niet uit is, kun je geen deelname. Allee, ja, ik kan niet meer erin komen. Ja. Plaatsen we er toch terug uit in zo'n game. Ofwel moet je terug de lobby opnieuw aanmaken? Allee, ik weet niet, ja. We gaan nog één keer proberen en anders is een andere lobby. Ga jij er helemaal uit even? En zoek weer. Allee, zoek de ruimte terug. Ja. Misschien gaat dat verversen. Nog zo'n speedy rally moet er moet annuleren even. Die denkt ja, ja, joh, zie, en nu spat je de ruimte verlaten. Ja, ja. Ja, zit er in één. Ja. Allee, bij mij. Bij mij ook. Ja, is ja, ja, ik ga nu, meer nu terug. Precies een beetje probleem met je verbindingen. De race ja. Is gecanceld. Allemaal dingen. Vorige week. Nee, ja, patje is erin. Maar ik zie hem nog niet. Ik zie hem wel. Nee, ik ken hem niet. Ja, ik ook. Ja, ik ook. Ik ook. Ja. Oh, wacht. Maar dan moeten we wachten, want de startvolgorde gaat. Ik was al. Probeer die kwalificatie af te zetten of zo. Ja, dat is gewoon dat gaat, hè. Je kunt gewoon startdingen pakken. Ik heb een paal dat ik kan pakken. Wacht. Zo. Hoe is het bepaald? Oké. Okay. Ja, moet ik wel even wachten tot het ding nog terug is. Jasco, want die zijn dingen dus ook uitgevallen zijn. Oh man, wat lang man. Dat is altijd de C-lobby dat die problemen heeft, precies. Ja, maar het ding was toch ook bij GTSV, die hebben ook twee keer of drie keer pit door gehad. Pit ja. Gehad. Ah, dat was in de C-lobby bij ons geen probleem. Nee, dat was in die rappellobby ofzo. Dat was alleen de D-lobby. Maar ja, daar zat er maar één baan van GTSV, want er is niet komen opdagen. Ja, nee. Ja, die was nog geen juist te laat, heb ik gelezen bij jullie in een Discord. Ja,
Ja, is juist te laat. Ja. Ik heb nog 5 minuten extra gewacht. Kwijt het. Die heeft me zelfs geen vriendschapsverzoek gestuurd. En ik heb me toen gezegd, ik zou volgen ze me niet toe. En me zijn pech, want ik start. Punt. Juist dan, Mike. Ja, inderdaad. Allee, willen er zitten ons heel kampioenschap. Het moet van twee kanten komen ook, hè. Ja, dat was ik. Ik zei dat niet. We moeten binnenkort nog eens racen. Mongols, vind. Maar mij gewoon nog geleden niet... dat hij nog heeft meegedaan, ja. Rotzebi. Het doet precies de smaak terug te pakken. De bike heeft een stam van Samang netwerk, sterretjes. Dat zal wel zijn. Rat, dat scheelde niets. Voorzichtig okay, op de jongens, baan, hé. Even, wie stond laatst? Ik stond 7e of 8e. Ik stond 5e. Ik stond 7e of 8e. Ik heb 10e. Jordi, wil je nog even op je vingstje duwen? Ja, mijn vingstje duwen, sorry. Voilà. Dank u. Ah, de juiste was interessant ook even gaan pissen. Wow, ja. Eens kijken, hè. Uitslag. Randy. Okay, ik vond het momenteel niet zo'n nette reis, Randy. Nee. Er werden nogal veel gestompt en gedaald. Het is door mij dat ik het er even opgooi. Ja, amai. Wie was bestond eerst? Wie was tweede? Jimmy? Nee, ik was 5. Ja. Ah ja, oké. Okay. Sorry, maar even 2 aan doen. Wie was derde? Wie was vierde? Ik denk Rad. Vijfde? Jimmy? Ik zijn vaders. Zesde? Achter de start stond ik achter Dimi, dus ik ben dan 7e. Oh nee, oh. Ah ja, 7. Ah, ja, Bertman 7, u was 8e? Rosetje denk ik, hè? Ja. Nee. Ja. En dan Rian, 7 of 8. 10e en Patje laatst, klopt? Ja. 10e, ja. Maar omdat ik hem zo gezegd geen. Qualifier gereden, zo gezegd. Alright, we zijn weg, boys. Succes! Oké, succes! Allee, hopelijk... Machetta. Als het nu... Wanneer start, kom je in de party dan, weet je dat? Echt, hè? Als het nu terug moest zijn, dan... red je allemaal, hè, boys. Dan moeten we normaal niet zien, hè. Morgen 17 uur, clunky ready. Die Batman die is al aan het oefenen, hè. Dat is wat verdomme. Tuurlijk dan. Clunky, you bad boy. Ik heb al 20 minuten kunnen trainen vandaag. Ik en niet. Ik heb gisteren draaireisjes meegereden. Ja, maar die drie klassen door elkaar rijden en dat is gedurende. Ja, dat is het verschil. Ja, maar op woensdag rij ik zelden of nee, want dan kijk ik maar dan heb ik een tv. Kwestie van de kerk in het midden te houden. Maar madame is blij dat je komt reizen en dan kan ze zelf tv zien. Not jij dat ze wilt. Dat is win-win eigenlijk. Hè. Ja, maar wil ik kijken nu zo naar het programma op VTM van die hazen verbouwen. Oh ja, nee. En het grappige is, dan geven we wel twee commentaren erop dat je zegt van, allee, wat veel monteurs of van haar. Jongen, die valt gewoon stil door je auto. Wat zou ik klaar zijn, rustig. Oh, zatje. Ja, ik probeer in de eerste bocht een beetje op te passen. Ja. Oh, Batman! Ja, ik kreeg een stoel. Barats! Speedrally is een bom.
een bomen, jongen. Man. Ja, dat is een... Ja, ja. Alsjeblieft, ja. Kellekees. De eerste steam direct naar P3, we in de tweede direct. Oh, juist. Jimmy, even profiteren van de zaak. Ik was aan het schuiven, joh. Ik zag het. Ja, hierna nog een penalty erbij, jongens. Ja, je krijgt een bekend niet. Ja, dat is wel kluiten. Dat is juist al een P3 en nu is het wel lastig. En wachten als ze de raadstukken doen, zo precies weinig van daar. En dan zit je dat in de raling waard, hè, dat is. Ja, dat. Ja, nu is de game on. Fuck this. Het zijn ook 33 rondes. Ja, ik heb al... Dingsen is, ik heb al een penalty gehad, dus zijn we minder punten. Ja, maar ik denk dat hier vandaag iedereen penalty gaat pakken. Ja, als je hier doet, dan zijn ze een penalty, dat is extra. Ja, ze gooien er echt mee. Gisteren waren we erbij, we waren aan het reizen en de knetterij op een gegeven moment 34 seconden penalty bij je gereden. Dat was echt een straf. Dat was echt een beetje pissig. Sorry. Ik heb het. Doe maar die flipper in die waterpartijtje. Ze zijn weg. Ja, ja. We zitten er twee tussen. Ja, en de Audi is met een auto. Ik ben blij dat ik al terug op mijn positie stond waar ik toch erop is. Waar ik dat ook kon zeggen. Zeg, Mike, komt dat nu? Je zit toch niet zoveel buiten aan hem, ja? Ah, daar, ja, nee. Dat is altijd meer boven. Belachelijk, hè? Ja. Ja, ik kom zo zelfs dat ik daar kan volgen. Ook tegen stuk van de finish zitten wij door. Als je daar te breed gaat, dan krijg je ook daar gemakkelijk een seconde en half. Bij die box van de finish moet je gewoon zien dat je niet over die... Ja, en ook die een buitenkant. Dus van de buitenkant. Als je hem de buitenkant te ver gaat, dan is het ook anderhalve seconde. Oh, Sorry. Ik heb hem niet. Dat was stuur was. Ik ken niet. Maar dat is wel schade, hè? Volg je. Ja, ik kon gepanikeerd gras en gaan naar rond gaan. Dus, De rat zit de security in het ontvechten en ik kon er proberen van te profiteren. Ja, dat is het toch. Zie, win. Ja, dat is een kleine security gedaan, maar we kennen over de lijn wat verdomme. Alle bumper en zo. Ik hou van Holland. Het land van pracht en praal.
Ja, dat is de hardcore versie, dus Ja, ik had laat op mijn gast was speciaal met die apparaat. Ja, want ik pak nergens te handen door alle dagen. Pak je pas op hier, want hier heb je rap een straftijd. Ik heb wel de kegeltjes allemaal weg. Dat is maar echt, man. Echt nee, doe dat niet. Ah, fuck. Ga wachten, bro. Oké, we zien. Hier naar mijn altaar. Met dat je schuift dat je klein duwtje in de arm die rond te gaan. Security item toen dat is mijn bike. Dat is wat aan mama kunnen we gaan. En dan een breaktest, ja ja. Dan moet je wat afzien ze beter. Nou, denk ik het wel meug zo maat, met elke keer mijn gat eraan, man. Ja, ik zeg het. Dat ik ken elke bocht, jongen, dat hij maar zo voorbij gaat. Zal ik niet altijd wel in die eerste bocht proberen ver voorbij te gaan? Oh, patjes zijn aan het flippen, ze. Ja. Ik zie een auto van links naar rechts, van links naar rechts. Reus, al hebben we een keer aan het... Allee, ik zeg het maar liever op voorhand. Ja. Ik wist niet of dat ik links of rechts moest voorbij steken. We leven in 2021 en de wifi trekt nog altijd op de kloten. Ja, echt inderdaad. Ja, dat is ook al niet in België. Ja, inderdaad. Wij leven nu nog in de prehistorie. Binnenkort kunnen we aansluiten aan Afrika. Oh, die zijn al wel voorbij. Er is de wifi beter dan ze. Dat hebben ze al 6G ondertussen. Ik heb het in eigen schijf ook wel in. Oh, jongen. Ik zit daar met kriebel aan de palletjes, jongen. Nou. Dat is een verdant dat ik even te zien met de rijt, of ja. Bye. Ik heb iets over de speedy rally. Ik heb zo, ja, dat was een slipstream. Soms rijdt hij weg, soms niet. En, ja. Inderdaad gedood, hè. Je ziet dat ik het toch al niet heb. En beter gewoon nog wang erachter. Het is er gewoon voorbij rijden, dan denk ik. Ja, ik probeer altijd ver te rijden. Ik doe mijn best. Ik zeg niet dat ik nooit niet in de fout kom. Nee, maar dat kan niemand. Ik weet ook wel dat is tegen. Dat is een manier waarop. Oh, weer al met fucking seconden. Oh, dat was te laat. Dat ik me aan de kerel ben.
Dat is de 16 seconden. Wat is medium again? Een medium? Het valt wel door mij eigenlijk. Het valt bij mij ook voor mij. Ik zal twee balans doen, twee naar rechter. En dat is plus 2. Al plus 2 dan, hè? Dat valt goed. Ja, het scheelt veel, zo, want dan zit de softset al bekend in een 11. Nou, een klaar stukje doen maar. En ik zie naartoe komt een taart. Ja. Behouden naar rijden en dan lukt dat wel. Waarom heb ik niet over die 1 en 4 gekozen? Ja. Dat je zo. Ja, moet een keuze maken. Dat is niet geraakt. Moeilijk, ja, er zijn 6 verschillende circuits. Ik ben op 9,8.
gestreven en juist 7 rondes. Dat is dan niet echt iets. Dan kom ik op 15 minuten. Ik had juist voor de finish mijn dingen, joh. Mijn straftaat me over de baan te gaan van de pizza. Maar ik... Ja, dat kan. Maakt niet uit. Ik ga mijn tijd niet aan doen. Oké. Dat is ook een zaal plaats. Ik heb voor de schaar gedaan. Ja, en direct een seconde, man. Ja, de pitlaan is tussen dooms. Ja. Met de kegels weggereden in je list een bok, smeer dat. Van mijn tanden, hè? Een keel kessen. Ja, dat is het. Ja, dat is aan mijn tanden, dan weet je juist je punt niet voor te freneren, hè? Ik weet het, ja. Dat doe je ook zo als je aan het einde op de kwalificatie hebt, zo en zo ergens een grote renbocht of een kei opstelt. Hoe weet je dat eigenlijk? Hoe de kegel dan weg is met een appeltanden. Alex, ik heb er wel een paar wat ik zo weet. Alles dat de kerststroom in de dagen doet. Ja, ik let ook in het begin met de kwalie en de dingen. Op de plaatsen waar de kegels staan en wat dat daarom de zaak aan is. Dat ja, je tot voilà. De kegels weg zijn, weet waar dat je moet remmen. Ja, voilà. En ik heb in de vooruit nog altijd mijn hulp aan, maar dat heb ik afgezet sinds ik aan het trainen ben met die 4 uur van Spa. Want er mag niks op staan, dus. Ja, dat ga je op medium of op soft. Hoi. Het gaat al veel rondes rijden en op soft verschieten. En ik ga maar niet liefde. Dat is vet. Dat is een maatje. Sorry. Dat staat voor de bruisteren. Ik heb dat ja, maar ik kan niet mee, hè.
qua rechtstukken kan ik niet mee. Nee? Nee, nee. Ik moet echt in je livestream zitten. Nee! Dat is wel afleggen, deze software. Die laptop om met zijn band te verlezen. Zeg. De banden zijn versleten. Maar hebben jullie ook wel door te wegen. Ja, ik verlees na toch een seconde. Ja. Ik moet zeggen, het is nog niet zo grellig als met die soft. Nee, nee, nee. Nee, nee. Nee. En het is met die soft was 9 de maximum. Ja, ja. Nee, dat ik straf vind dat tijken al zo lang op de soft zijn draaien is, dan toch... Ik zeg die blijft er wel. Dan kun je gaan goed rally rijden, moet ik zeggen. Dat zijn eigenlijk dat ik niet ken, zeg. De rally rijden met je opstellen, dat ken ik niet. Dat is niet van de rally, dat is niet van de rally, dat ken ik ook niet van de rally. Dan maak ik het dus plezant. Dat is er wel mee. Ja, ik weet niet, ik kijk meer tegen de vangrail dan dat kan om te rallyen. Ja, je boy. No, ik heb dan ook mijn motto gehad. Er zijn ook zo'n stukje dat je download je motto gehad bij 20, maar ja, dat is niet echt zo. Dat is aan met de kast. Ja, heel vet. Heel cool. Dat is een graag spel, maar ik ken het niet. Je motto tijd je vangrails. Ah ja, hij was goed. Island met me, dat wil ik ook wel. Oh, dat is leven en dood op een centimeter, man. Dat is echt een jaar. Een collega van mij, twee is er 2 jaar geleden geweest. Die zei: hey, je hebt toch veel motorrijders gezien. Ik dacht dat ik in de buurt van daar is gewoon. En als fout weg, dan zou ik de putten in die hele de Belgische weg heb gewoon. Die kwamen gewoon naast de geoplitsen gewoon door tegen 280, 290. Op de island van Man daar. Ja, hij is al op min, ja. Dat is ook één dag bij dat ze met zijspannen rijden. Zij was helemaal geschikt gewoon in de sidecar. Dat was gisteren, of hier gisteren was er ook bij zij op motorsport bij. Echt gestoord, jongen. En die om de twee rondes, om de twee rondes krachtig te beginnen, hup, terug rode vlag, terug opnieuw starten, twee rondes fire, wanneer je het tijd kent, die gommen gaan. Dat zijn ook zeer bommen met dikke ballen, hè. Ja. Dat zijn geen ballen, dat is gewoon voetballen, dat is gewoon een stijl. Dat zijn kanonskeugels. Niet zenuwachtig worden dan, hè. Ja, ik... Dankjewel. Doe wat hij anders doet. Slijden, ik moet zeggen, rond de 14 en daar zijn ze toch al goed. Oh, ik vind dat je bijna rond de 15 en ze zijn nog niet zo waardig als de soft snel zijn. Ik moet af en toe wel wat regelen. Met een rechtse verb op binnen het vooral eigenlijk. Ja, normaal. Dan staat nu bij mij in de helft. Ja, maar een taart is echt wel achteruit ontgaan. Ja, ik heb een poetsje. Wat zagen jullie fuel? Nog 4,8. Ik heb nog 1 ronde. Ah, ik heb nog 2,7. Ja, maar ik heb toch last met mijn banden. Dus ik snap echt niet dat praktijken niet op mee. Nee, ik ook niet. Alles of niks. Ik fuel safe met mij van de vorige Super 3 tegen. Ik heb nog een scheef met het klopt. Ja, ik heb dat ook eens in een reis gedaan en meer verloren en dat ik gewonnen heb. Ja, ik denk dat het grappig is dat ik gewoon een beetje gaan tanken was ofzo uiteindelijk. De splash and dash. Ja, echt. Maar ja, dat ze die pitstop wel langer hebben gemokt op Gran Turismo. Ja, het is daar. Dat is ook in een dash in ieder geval. Allee, daarvoor waren misschien 10 of 20 seconden kwaad. Nu is het bijna een ronde kwaad. Eindelijk! Sorry, Mike. Ik heb het niet gezien. Maar een taart is echt wel serieus naar beneden. Oh, ik kan nog binnen gaan. Ja, ik heb het niet gedaan. Ik heb het niet gedaan.
er valt niet meer mee te gaan. Allee, dat kan ook mee gereden worden, man. Gaan we dit snel nog eens doen, man. Dat is gewoon een putstik klein en zo niet. Oh shit, ik heb softs gepakt, ik heb van mee, dus. Ah, ik doe maar. Ik moet sowieso nog een keer pijn van mij. Sowieso. Op twee pitstops liggen. 15 rondes, maar dan kan je met de 33 doen. Ik had nog twee rondes over, dus eigenlijk had ik op één stop kunnen ruimen als ik wou zo op zo'n verhaal. Oh, maar ja, wat is me wel uit. Daar straks had ik een podium in zicht. Oh, van die eerste ronde, dat worden we nog komen. Oh, ja, Randy had hetzelfde gedaan als ik, je rotzak. Ik zit pal achter je, hè. Pal, hè. Wat even, dat is meer dan 2,5 centimeter, hè. Kijk, je wel. De groep 4 is echt mijn ding, hè. Je hebt er ook niet volledig getankt. Nee, ja, nee, 9 rondes, hè. Want uiteindelijk heb je het kamer 9 rondes met die gestart. Geen probleem, geen probleem. Mag ik speed wel eens zien op de herhaling? Wie dan maar er? Rats. De rat gestuurd. Ik kan je zeggen, want ik reed erachter. Ja, je verliest enorm veel tijd in de pitstop. Ik pak die bocht hier verkeerd. Andersom of wat? Nee, veel te laat. Ja, andersom. Die heb ik antwoord daar nog op dat dat en dat deur staan, wat verdomme 25 seconden wijzen, hè. 26 tijden is de video. Zijn ik genoeg daar? Oké. Okay. Let's go. Als we nog bij de skets zijn, dan zijn we hier pits te fijn zelfs nog. Oh man, het niet terug achter zijn security agent, godverdomme. Ik ben er niet aan, dat is zoals je tijd. Denk ik. Foutje, foutje, foutje. Merci.
Doe dat kind ik geen zeer. Heb je dat gezien? Dat was een grote fout, hè. Geen penalty, ik heb dat er straks gezien. En dat was mijn second. Dus, die twee penalty's hebben we wel een beetje gemist. Maar dat is toch wel te veel tijd op te komen. Je hebt die niet kwijt, hè? Je vindt er al drie. Oh nee, nou pak de medium, dus nou wat dan wel wat lang. Ik ga even naar de wc, maar dan moet ik de dingen plassen. Voorzichtig, hè. Ja. 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 Nu dat keer toch alleen gaat, maakt het toch niet veel uit. Ik kan het gewoon tijdens de reis gaan plassen. Maar dan ben ik terug, man. Man, dat kan je nek kosten, hè. Ja, kunnen ze al geen... Nee, ik zit maar aan het passen. Kunnen ze al geen in de eerste behoefte. Ja, dat is echt leuk. Wie doet dat kindje nou, officier? Oh, ja, oké. Tja. Zie je dan niet dat je rapper zit? Wat zeg je? Schoef voor de longen een keer. Weer. Zeker en vast, dat kind van niet ooit van te blijven. Ik wil niet op de concentratie dingen. Nee, doe maar. Je zit toch rapper en tractus, hè? Ja, dit is wel gewoon een herhaling. Go, ja. Nee. Ja, maar ik zie het dan helemaal erg. Ja. Ik zou je schreven zijn, ik kan hem maar een beetje plat geven, anders zou er maar twee in het...
Ja, dat is het. Dat is hier toch lobby C of niet? Het is ook niet echt, het is een prima lange stuk, hè. Allee, mijn strafpunt is binnen. Wat voor dan de hele tijd zonder en nu in één keer. Oh, good face. Nou, ze is weg met haar kabinetten. Oh, dat is een accident geweest. Niet op jullie, hè. Er staat iemand geparkeerd op een uprit. Zonder te vragen of zo, dus ik kan van alles uit te stoken. Hè. En Jennifer had de brugje op de route gezet. Als ze wil parkeren, moet ze op straat parkeren en niet op mijn neprit. Fuck off. Hij komt vragen, is iets anders. Is er een paal misschien? Ja, denk het. Hij is zijn eigen deur getrokken. De paté was ook. Hij is neven aan het maken. Boerenpaté. Nee, plakke heet. Wel, dat is gelukkig bij je poortpotje paté. Amai, amai. Ja, dat is precies nodig. Ja, ja, zeker. Ja, zeker. Heb je last van het platte paté, Patje? Nee, van de diarree. Dat is van Tom Hogan als diarree. Kom op, kom op, putje. Jongen, mijn gat slaapt, je. Oh, dat is aan mijn taal. Oh, oh, oh. Ik heb last met dat rechtstuk, wanneer je moet remmen. Mensen dat ik te dicht bij de kant zit, dan heb je ervan. Hè. Dan heb je gras geschart en dan ga je rond. Hè. En dat is alleen maar met die auto. Jij gaat ook meteen een 4 zeggen. Wat hè? Jij gaat ook meteen een 4 zeggen. Ja, ja, ja. Inderdaad. Dat moet je passen daar in de laatste, hè? Aha. Krijg je gevoelig in zijn poep? Ja, maar wel. Daar is een Aston Martin wel goed. Die kunt er eigenlijk curb mee pakken. En die vergeeft heel veel. Ja, die en Audi ook wel. Ja, die Audi, dat is een kanshebber gevallen, ja. Ja, pas op, ze die trekt heel traag ook. Ja. Denk ik. Die is ja, dat is heel goed. Ik zat ook zo dat die fucking een beer naar mijn keer. Nee, ik ook niet. Ik zou terug gaan voor die Aston Martin. Ik zou nooit van een BMW gaan. Ja, in de koers met BMW is, hè. Die in tacht is dat wel een savanne, hè. Ik ben anti-bijen. Dingen. Dat zijn alle Audi-mannen. Ja, maar ik ze niet voor Audi ook niet. Geef mama een goeie Dacia. Ja, lachen. Die Dacia Spoors, dat gaat ook voor het UP. Ja, maar man, een Dacia, jongen. Ik vind die er heel content van. Die had de kant 100.000 kilometer en daar hard gooien. Dat verstopt niets.
dat kost niks. Ja, voilà. Zo moet je denken tegenwoordig, hè. En een BMW, die verstoort ook buren, hè. Je moet daar alleen verstandig mee rijden, alles. Het is toch nog 4,200. Met een apart, dat ging nog redelijk, favoriet. Ik stond met een BMW van dat ook een keer tegen de Porsche, maar dat niet ontstond, maar dat is wel leuk. Ja, met een apart denk ik 300 kilometer met een bak, zo van hem. Ja. Kant. Ik riep met de... Oh, dag man. Ik ga er 1200 met een avondbak. En met een typo-ruiker. Dus dan 1200 ongeveer. Ik ga er 1200 hier en daar in een avondbak. Ja, ik heb... Kak. Waar zit je met de jaren binnen? Ja, direct. En ik gun het die rats niet meer met een verbaten steken. Maar die moet ook nog binnen, zo. Ik rij met de Vito, een oude Vito, ik doe maar 500-600 kilometer met de vulle tank. Waarom? Ja, maar dat spel dat subt, hé. En met mijn... Dat was straden, hè. 4,6 liter. Maar een Hyundai was dat ook, hè. Maar een Hyundai haalt 200, die stopt er 12 uit daar te breken. Ja, ja, maar nu, maar Hyundai, ik heb zo'n die 40 ook, hè. Die van ons liet dan mee. Deen verbruikt bijna niks. Een diesel of een aft? Een diesel, 1700 CRD. Dat van mij was ook een diesel. Is een motor nog niet vervangen geweest? Nee. Nee. We hadden dat een goeie. Je moet oppassen met die motors en ook met de 2,5 liter van die H1 en die camionet die over. Die ja, die slagen op hol, ik heb er gezegd. Ja, als ik bij hun naar werkte, had ik op hol gereden mee, dat was wel een wrak. Oh, ik denk dat. Ja, de controle in tenen. Zet die in gang, begon die zo in één keer witte doen. Ik zo, oh. Ja. Dus die mannen binnen, hè, die gaven dan, ik weet niet wat kaas, hè, voor de roodtest. Ja, en dan in één keer de pomp, hè. Nee, er was nog getter aan het doepen, aan het kletteren. Maar, geen probleem, die kletteren al wat die op elkaar. Ik onderweg naar huis, door de straat in tenen op. Ik wil de camion voorbij steken. Zo, ik zou daar moeten dan een plafdie van trekken, wat is dat? Ik zou klap met een kruis gevonden, je gaat maar netter en netter. Ja, volgeslagen op de straat. Oh nee. Ja, geweldig. Ja. Hey, je moest eens zien wat voor woord dat ik gemaakt heb doen. Dat is tof, hè? Dat de garage gebeld. Wie gaat er hier naast me? Klink Ram. Kijk, ja, ik ga open, En ja, ze hebben dan kwijt met de Bonaire. Van de camion afgereden, vuilen afgelaten, dus gewoon een injecteur. Laten we pissen, die hebben een injecteur. Ja, maar die hebben een probleem met hun kettingen ook, hè. Ja, en de Nacheen, bij de Nacheen, een keer drie gehad, dat gewoon een injecteur door de kapuil gepluid was. Goed, joh. Ja, die lusten gewoon al een tijd. Oh, Randy, sorry. Heb, die mens, ja, ik was in Kortenberg vertrokken. En die maakte meer en meer lawaai tegen dat ik hier was. Op heel de Brusselse stijmig en mazoutspuiten. Serieus, of wat? Ja. Het enige is dat ik met die H200 is, maar daar heb ik het deze soms uitsprong. Ja, dat is ook een zwak puntje. Ja, dat is een ziekte bij die potten. Zelfs die nieuwe H350 had dat een splinter nieuwe dat we dan hadden. En die EX35? Onze paard zo weinig. Oké. Ja. Ik heb er 6 jaar gewerkt, ik had bijna een i30. Waar heb je gewerkt? Willets, garage. Ah, Willets. Ik heb daar mijn auto gekocht, die Hyundai. Oh, nu weet dat ik daar nog onderuit heb gedaan. Krijg je daar een Angelo? Ja, Angelo Dragone. Ja, die had die auto verkocht dan al. Dus, ik ben er toen die in 40 stond dan in de showroom. Ik heb die gekocht dat in de showroom stond. Ik moet zeggen dat je mij kent, dat we gaan zo'n feest bezien. Ja, maar ik kom dan niet veel meer. Zo. Ik doe dat allemaal zelf, in nu. Ja, ik zit daar redelijk weggegaan, redelijk veel ruzie. Ik kan daar ruzie hebben met een OEDRP. Omdat ik heb zo'n bescherming op mijn koffer voor de hond. En mijn verf van mijn koffer ging daarvan af. En ze zijn dat is omdat die gasveren kapot zijn. Als hun in afstelling van dat ding zijn dat dat geschilderd de garantie en 3 weken daarna weerspoor worden. En dan zeggen ze, ja, dat kan niet, je hebt daar een accident mee gedaan.
Zijn dat wel raar? Dat ik zei, dat kan ik heel goed schilderen. Dan ik, daar, dan ik beslist dat ik nooit meer ging terugkomen. Dat was die andere band, hè. Ja, ja. De Neddy. Ja, en die woont ook ergens in Everberg. Ja, de Neddy, ja. Ja, die komt regelmatig keer in het plinken. Ik vind een oude collega. Ah, dat was een vriendelijke vind, hè, maar ja. Ja, je moet ook geen ambras mee zoeken met een die. Nee, nee, want ik heb nog eerst gekocht van hem in het café, dus. Ja, maar je weet dat, dat die zoveelste gordele jiu-jitsu is. Serieus, of wat? Ja, 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 die gaat ieder jaar 2-3 keer naar Japan en zo voor de jiu-jitsu. Hoe dus. Goed, joh. Ja, ja. Je zou het niet zeggen als je hem ziet, maar... Want die geeft bij zijn thuis les, hè. Ja, dat wist ik niet. Ja, ja, garage, punt, waar is het? Toen ik nog met al belletje rijd, Lorenzo, dat blauw, en ik heb nog een geweten, komt hij daarmee allemaal aan SRL doen? Dat blauwe belletje, wacht, hè. Die Corsa B, Baafduis. Nee, ik was het niet. Ik u enkel bij met dan op Peugeot geweten met die nummerbasis. Ja. Alhoewel, toen ik ging hem op onderuit geven dat dingen bij Soes in Tenen. Ah ja. En afwijk had hij gekocht via, was zo'n een leasing opkomen. Hij zei, werk je nog sleet en die had pas 6000 kilometers. Die was zo goed als nee, ik heb die toen voor 8000 euro kunnen kopen. Ja. En alles goed, hè. Maar ja, je kunt er wel niet meer hiermee op onderuit komen, want je kunt ondernemen.com, dus een eigen doel. Dus je mag zeggen, ik heb een garage, ik zeg wat ik hem kan brengen, ik zeg in de gebeuren, ik zeg niet, geen probleem. Dus ik ga in zijn met Soers. We hadden al tegen mij gezegd van, ziet daar mijn auto, dat is een charmabon. Ik zeg ja. Ik zeg wat. Allee, weet dat, die mannen hebben allemaal hun verkoopsapparaatjes en hun verkoopstechnieken natuurlijk, hè. En worden ze zo sympathiek mogelijk overgekomen van een gast. Ik zeg, ja, ik weet niks, ik heb hier een probleem met die gast. Ja, nee, maar die rekent van alles aan, maar dat kan niet gebeurd zijn en zo. En allee, ja, ik kan niet even voorstellen voor de rest is en dat uitgehaald zijn. Ik zeg, kijk, ik ga mijn broer op de zon nemen, ik zeg, ik ga kijken. Ik ga mijn auto eraf zetten en ik ga hem niet doen waar ik kan het afladen. Hij is van zijn plaats geweest, ja of nee? Of hij heeft niets gedaan, ja of nee? Wat heb ik nu gedaan? Ik ben bank ingereden, van Soers. Goed had er gebeuren van het bureau en alles. En ik had een stekje op mijn band gelegd van boven. Een linker vuurband, zal mij niet vergeten, een linker vuurband. Ik zeg, als er weer oplicht was, ik teruggekomen, als ik terugkom, zei ze, niet van zijn plaats geweest. Zo gezegd, zo gedaan, en ik kom daar. Ik ga toen binnen gedaan voor een grote onderuit. Zal mij niet vergeten. Maar dat was... We kwam 500 euro, zoiets. Wow. En ik zeg, ja, ik zeg... Jullie zijn nog een keer plezier, in zoek te gaan. Al op de zaterdag moest ik voor mijn kerkjes naar mijn baan. Goed hier nog te zien. Het is altijd geen zin dat jij op de papier geschreven hebt, dat je dat gedaan hebt. Ik ben daar heel zeker van, dat je dat niet gedaan hebt. Goed, dat zaterdag moest ik zeggen, kom gewoon even mee. Ah, ja. Je bent een kies benieuwd, zaterdag, wat ik dan aan zit. Je zult het recht zien, zaak. Ik doe het nou, ik pak mijn stekje van mijn mond, zeg hier. Die heb je daar 4 dagen geleden, ik zeg, als ik die in de kom afzetten, zeg, heb ik die hier door op die mond gelegd. Zeg, die ligt daar nu nog al baat op. Ik zeg, ik denk niet dat die in ieder geval zijn plaats geweest is. Jongen, en dit en dat en... En dan komt hij in die rombos aan en dan zeg ik, kijk jongen, ik zeg, ik doe nu mijn onderuit, ik zeg, en tegen een normaal tarief, ik ga... Randy, dat is kut. Dat is kijk, ja, ik zie dat ze je hand zeggen.
doe maar. Niet erg, per stond. Ja, ik heb ze van die garage, ik heb er een volzuiger gezet. Ik praat daarvan dat je gewoon niet doet, Karel. Wat win je daarmee? Veel geld, ja. Ik zeg, het gaat hier tenslotte wel ook zeggen over niet alleen mijn banen gaat, het is ook om zoveel andere chauffeurs. Ik ga beweren dat je mijn remschaven hier veranderd hebt. Ik ga beweren dat je mijn remklauwen veranderd hebt. Ik zeg, daar is niets van gedaan. Ik zeg, het zelfs te geld. Ik zeg, stond ik hier, als ik de opstelde me praat, ik zeg, los door mijn vraagwaak. Dus dat mij iedere onderuit dat ik doe, dat ik stukken moet veranderen, hè, van remblokken en zo. Ik ga die allemaal bij, ik leg die op de werkbank als ik wat voilà, vang, ik hou die ook allemaal bij. Kun je dat tuinen dat je die hebt gevangen? Ja, hier zijn de stukken. Voilà, hier ligt het, hè. No. En ik kan dat ook niet weg te steken. Ik leg dat alleen klaar. Ja. Ik zal het nooit vergeten. In mijn eerste weken bij Bullens. Ja, ik moet dat als een sneeuweling. En ik moest de eruit van een zoek. Goed dan. Dag erna, een van mijn collega's ziek zaten. En dan ga je gepikt. Ik zei, wat zou ik gepikt moeten hebben? Ja, er is een klant en die zegt dat ik pillen heb gepikt. Ik zei, maar wat moet ik nou doen met batterijen? Ik zeg, ik heb er vast niet. Nee, niet zo'n pillen. Ik zeg maar, wat voor pillen dan? Ja, Viagra. Zo zit ik eruit gelijk dat ik Viagra mee heb. Ja, maar zo zeg ze, die kant neemt op terug. Ja, en ik ga het met een boek eruit gedaan. Ik zeg ja. Ja, ik ga het met Viagra pillen gepikt uit dit en dat. Ik zeg nee. Ja, want er staken er 24 in en na heb ik er ook nog 7. Ze gaat uw duisken eens halen dan. Ik tel echt ook 24, dat is niet waar. Ze telt nog eens. Had hem de strip misteld. Nee. Dus ik heb Viagra gemaakt van niks. Ja. En dat was strikt. Je mag niks tegen mijn vrouw zeggen. Hè. Ik zou ze maar zeker dat ik niet tegen haar vrouw kan zeggen. Allee, wat daar. Zoals er één ding is dat ik haat, zodat ze valselijk beschuldigd worden van iets. Ja, dat haat ik ook. Dat haat ik ook. Dat stap ik op. Ik stap op dan. Oh nee, ja, kut. Want zelfs nu op het werk, als ik een auto moet binnenzetten en ik zie dat daar een bord waar kak is met een portefeuille. Oh nee, ik doe hetzelfde. En ik zie dat daar een portefeuille of zo in ligt en die klant blijft wakker op zijn auto. Dan ga ik eerst aan die klant en ik zeg, ja meneer, dan gaan we portefeuille altijd moeten pakken. Ja, waarom? Ik zou dat ik hem anders niet binnenzet. Ik zou hetzelfde geld. Hetzelfde geld, ja. Ik zou dat wil ik niet. Ja, maar mijn broer van mijn leven ook zo'n keer, hè. Die heeft een portefeuille op straat. Maar, waar was dat? Pak hem een koppel briefjes in mijn broer in het vangen. Ik heb mijn... Waar zie je? Ja, daar dus. En, iets zijn van ja, op geld slag je een aan, maar dan was dan aan de andere kant, was dan zijn geweten om te knagen. Hij zei van nee, ik ga dat binnen doen met de police. En dat is goed, hij zegt hem, hij geeft het om met de police. Die pas en alles dat ik dat mag geven, dus ze met die kerel kunnen contacteren. En die gast die komt door het commissariaat, ja, die bewerkte aan mijn broer dat 2000 vangen aan wat geld. Dat was niet waar. Dus kijk mijn portefeuille, vind mijn geld, pak het geld eruit en de portefeuille smet ik weg. Nee, in de brievenbus. Ik smet dat altijd in de brievenbus. Ik heb ook al een portefeuille gevonden en dat is gewoon gebaat de brievenbus binnen. Dan heb ik dat al Alex gerieft. Had ik het godverdomme geweten, zegt hij, omdat ik al het geld eruit val, godverdikken en dan kan ik ja, een tijdje, dat is sorry, maat. En in een postbus. In een postbus gestoken, ja. Oh, ja, dat kun ik wel. Dat doen we nooit meer zaken. Yes! De laatste keer dat ik iemand zijn portefeuille zien verlezen was een chicken doek. Dat moet je schoppen. Ja, ik zeg het. Ik stapte naar de auto uit. Sorry. En ik zag, was niks. En ik zag dat zijn broekzak vallen. Neffest maanden op de kans.
ik ga nu niks zeggen. Dus die wandelt verder. Ja, voilà. En ik heb nog een. Dat was nog toen aan het café zei, maar oh, we gaan aan het drinken, ik betaal, ja. Ik heb mijn zaaggeld, een goede friet genomen. Goed mannetjes, ik ga me laten om de mijn vrouw en halen. Ja, patje. Mannetjes, precies voor de reis. Ja, ik ga het nog in de dingen, in de WhatsApp zetten. Sorry, Rosetje. Nee, niks. Ik denk dat morgen ik ga kunnen meedoen, want ik moet naar de kinesist morgen aan het werk, dus... Ja, dat is juist, maar hij is teruggekomen. Ik kan zeggen, Rosetje, blijf maar, dat was een heel goede race tussen ons. Schoon herhaling, jongens. Mannetjes, dik is uit. Ja. Oh, Rosetje, dat school hem niet veel, vriend. Nee, ik was aan het spelen, hè. Ja, ik weet het. Ah ja, maak de geile foto, Mike, of ik? Merci, hè. Ja, goed, en ik heb zonder straftater nog baat, dus... Oh, ja. Ah, wel, ik kan één straftijd, 0,58 vind het spijtig. Ik heb niks. Ik heb... Dat is dan ook nog afzorp. Dat is dubbel. Hè. Ja, ik weet nou niet wie dat er straftater had en wie niet. Ik had geen straftater en... Security, nee, wie was? Nog de herhaling Filipper. Deel, maar wat? Filipper had ook geen straftaat. Ik kon de herhaling opslagen en delen. Ik wil zien wie dat er maar uitkijkt. Rats. Ratzinga. Ratzinga. Het is wel kleuter met die restart, want met de eerste koers was ik direct goede weg. Ja, nou ja. Ja, recht naar huis. Nee. Nu ben ik een Tesla. Ik weet niet wat ik gekregen heb. Amai, bestaat die auto van 2012? Ja, toen had de batterij zijn uitgevonden. Oh, jong, is dat al de zeudenhaven? Een bak zo'n Model S. Ik ben altijd even slecht. En nog niet eens delen ook de herhaling. Ik vind al... Ik heb het ook geveild. Ik kom er al live vast. Het was wel een spannend. Ja, en het was voor mij ook spannend. Ik heb op één pit kunnen rijden.